Goed nieuws voor huizenbezitters in het aardbevingsgebied in Groningen. De NAM moet woningeigenaren nu al compenseren. Voor de waardedaling van hun huizen, of er nu schade is of niet. En verder in het nieuws vandaag. De oorlog in Syrië bereikt nu ook de stad waar president Assad vandaan komt. En de helft van alle varkenshouders houdt ermee op de komende 10 jaar. Goedenavond. Een gevoelige nederlaag voor de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij. Eerder al moest die, gedwongen door de rechter, de gaswinning terugschroeven. En nu moeten ze ook betalen, en wel direct, aan eigenaren van wie de woning minder waard is geworden. Als gevolg door aardbevingen die zijn veroorzaakt door gaswinning. De bewoners zijn blij. Geweldig. Ja, ik denk dat we, nou ja, we hebben op alle punten gewonnen. Dus de vloer is aangeveegd met de NAM, om het zo maar te zeggen. En dat is nogal wat, want we hebben als groep particulieren hebben we een gigantisch machtig orgaan gedaagd. En dat hebben we gewonnen. Dus dat is echt met recht een overwinning. Ja. Het gaat om schade aan huizen die staan in dit gebied. Hier zijn aardbevingen geweest. Die zijn veroorzaakt door de gaswinning. De monumentale boerderij van Erik Kuiper. Voor de zomer, als de rechtszaak begint, laat hij de schade zien. Ik weet wel dat als je hier mee het herstellen gaat, dat wordt nooit onzichtbaar. Die schade moet de NAM betalen, maar nu dus ook de waardevermindering van zijn huis. Ja, ik ben blij. Ik had dit ook niet verwacht, om eerlijk te zijn. Ik dacht dat er nog wel wat vervolgonderzoeken en zo zou komen. Maar nee hoor, het is gewoon klaar. Ja. De rechter was duidelijk. De waarden van de huizen in het aardbevingsgebied zijn gedaald door de aardbevingen. Sommige meer dan andere, maar de NAM is verantwoordelijk en moet betalen. Komt de rechtbank vervolgens toe aan de vraag of de schade bestaande uit waardevermindering direct voor vergoeding in aanmerking komt, ook als er geen sprake is van fysieke schade en ook als de onroerende zaken niet zijn verkocht. Ik kan u meteen melden dat de rechtbank die vraag bevestigend beantwoordt. Vertrokken gezichten bij de NAM. Het gaat om veel geld. Ik heb al gezegd heel veel nullen. En hoe meer mensen zich uit Groningen er nu aansluiten, want de rechter heeft gezegd voor het hele aardbevingsgebied, dan worden de nullen eigenlijk maar meer. Maar we zeiden steeds voor de groep die wij vertegenwoordigen 2 tot 5 miljard. Dat kan zomaar meer worden. Felicitaties en een glimlach bij de winnaars. Ook al kan het nog wel even duren voordat de NAM gaat betalen. Wat was er dan onduidelijk aan de uitspraak van de rechter? Het was toch klip en klaar dat hij zei, u moet nu gaan betalen? Ik zeg niet dat er iets onduidelijk is aan de uitspraak. De rechter heeft een hele duidelijke uitspraak gedaan. Maar wat betreft vervolgstappen, we moeten echt even het hele detail van de uitspraak in overweging nemen. En dan bepalen wat de vervolgstappen voor ons kunnen zijn. Het kan dus nog wel even duren. Maar voor Erik Kuiper kan vandaag niet meer stuk. Het is gewoon een stuk rechtvaardigheid. En of dat vandaag uitgekeerd gaat worden of over een paar jaar, het maakt mij, om eerlijk te zijn, niet zo heel veel uit. Nou, de advocaat van de bewoners hoopt dat het niet jaren gaat duren voordat de NAM gaat betalen. Het zou mooi zijn als de NAM nu mee gaat denken aan een oplossing. Ze kunnen verder procederen, maar ze moeten zich realiseren. Het zijn mensen met problemen en die problemen moet je oplossen. Er wordt wel gezegd, ondanks deze uitspraak kan het nog jaren duren voordat de mensen hun geld krijgen. Is dat zo? Het zou zomaar jaren kunnen duren. Procedures duren lang. Maar afhankelijk van de opstelling van de NAM en ook van de minister kan dat enorm ingekort worden. En kunnen we werken naar een mogelijke berekeningssystematiek, een oplossing voor dit hele gebied? Ik weet niet of NAM besluit om in hoger beroep te gaan of niet. Daar hebben ze 3 maanden de tijd voor om die beslissing te nemen. In juridische zin staat het hun volkomen vrij om dat wel te doen. Ik vind dat ze in maatschappelijk opzicht en in menselijk opzicht het hun niet vrij staat om in hoger beroep te gaan. Mensen hebben heel lang moeten wachten. Mensen hebben het dieet zo lang in het lijntje zijn gehouden. Die zijn ongelooflijk blij met deze uitspraak. En die willen nu ook wel eens graag zaken doen. Verslaggever Tanja Brown is in Loppersum. Tanja, hoe bijzonder is dit eigenlijk allemaal? Want de NAM betaalt nu toch ook al schadevergoedingen? Ja, dat klopt voor een deel. Maar de NAM wil nu alleen maar die waardedaling compenseren als een huis ook echt verkocht is. Nou, de rechter vindt dat dus niet genoeg. Die zegt, je kunt nu al vaststellen dat huizen in waarde zijn gedaald. Dan moet je ook nu betalen. En dat geldt dan niet alleen voor de huizen waar scheuren in zitten, maar eigenlijk voor alle huizen in dit aardbevingsgebied. Die zijn allemaal, dat is heel aannemelijk, in waarde gedaald. En dat moet allemaal gewoon nu betaald worden. Ja, maar dan nog, het wordt nog een heel gedoe natuurlijk. Hè? Al die taxaties, hoe lang gaat het duren, hoorden we net.
Over het bedrag, die advocaat zegt, het is misschien nog wel meer dan 5 miljard dat dat gaat worden. Is dat een probleem voor de NAM? Ja, de NAM moet dat gewoon betalen. Hè. Zij zijn verantwoordelijk voor de aardgaswinning in dit gebied en dus ook voor de gevolgen. Maar ze kunnen het waarschijnlijk ook gewoon betalen. De NAM is een heel kapitaalkrachtig bedrijf. Ze maken een miljardenwinst. Maar wat wel zo is, dat zij een heel groot deel van hun winst afstaan aan Den Haag. En als het er inderdaad op neerkomt dat zij straks miljarden moeten gaan betalen om die waardevermindering van de woningen te gaan compenseren, dan kan dat ook zomaar miljarden aan inkomsten bij de schatkist opleveren. Okay. Tanja vanuit Loppersom, dank je. Frankrijk wil iedereen die wordt opgepakt op het spoorcomplex bij de kanaaltunnel voor de rechter brengen. Afgelopen nacht was het opnieuw raak. Migranten op de rails die wilden naar Groot-Brittannië lopen. Eurostar-treinen werden stilgezet. Honderden passagiers zaten urenlang vast. Wachten, wachten en nog eens wachten. Urenlang, zonder precies te weten wat er aan de hand is en hoe lang het gaat duren. Dat overkwam honderden Eurostar-passagiers afgelopen nacht in Calais. Hun trein stopte 1,5 kilometer voor de ingang van de tunnel en bleef daar enkele uren staan, zonder licht en zonder airconditioning, zodat de temperatuur behoorlijk opliep. Uiteindelijk werd de trein teruggesleept naar het station in Calais. Ook in Londen kwam een trein vol boze passagiers terug. This is totally unacceptable. So we've been actually waiting 3.5 hours in front of the tunnel because some migrants were supposed to cross the tunnel. So after 3.5 hours, they told us we can't go further. We come take you back to London and we wish you a very good night. That's all they said. Eurostar heeft de gedupeerde reizigers excuses aangeboden en nieuwe tickets beloofd. Ja, migranten op de rails. Migranten buiten het station in Boedapest. Mensen die nog maar net de EU binnen zijn. De situatie daar in Boedapest wordt met de dag chaotischer. Vast in Hongarije, maar wel binnen al in de EU. Dat lukt niet iedereen. De hele zomer krijgen we daar al beelden van te zien. Mensen die in gammele bootjes de oversteek proberen te maken. Vaak afschuwelijke beelden, omdat niet iedereen het haalt. En soms zijn die beelden extra schokkend. Als het om kinderen gaat, hoe afschuwelijk is dat? Het zijn nieuwe beelden waarbij een waarschuwing vooraf op zijn plaats is. Het is deze foto die op dit moment de wereld schokt. Een jongetje op een Turks strand. Aangespoeld na een mislukte poging om Europa te bereiken. Het jongetje zat op een boot die vannacht voor de Turkse kust kapseisde. Er verdronken 12 mensen, vermoedelijk allemaal Syriërs, op de vlucht voor het geweld in eigen land. Het is vanaf de Turkse kust maar zo'n 5 kilometer naar Kos, naar Europa. Ondanks die nabijheid zijn de risico's er niet minder om. En dit jaar zijn er tot nu toe, volgens schattingen, ruim 2500 mensen verdronken die hebben geprobeerd de oversteek te maken. Dan Syrië zelf. Is het bijzonder als daar een bom afgaat en er doden vallen? Vreselijk, maar dat is het niet natuurlijk, want er woedt al 4 jaar lang een oorlog. Maar wel als die bom afgaat in de havenstad Latakia. Een van de weinige plekken in Syrië waar het geen oorlog is. Nog niet, want het gebied waar president Assad vandaan komt wordt steeds meer bedreigd door geweld. Een verslag van correspondent Sander van Hoorn vanuit Syrië. Je kunt naaien, mannen. Dat is een soort kerawi. Maar is er een kleine schif naar het manzer, best maffie chitani. Ik kerk in een matra, ogeme, 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 هون شو بشتغل ناطور بنايه هون وقف هون نزل صاروخنا حياتنا صار الصوت فوت ايش ما كنا نسمع كنا عايشين بامال ومحلانا والله بحياتنا ما سمعنا شيء الحمد لله رب العالمين والله ولا شيء
De fysieke schade kun je opruimen. Maar psychologisch is er iets gebeurd in Latakia. Niemand had er rekening mee gehouden dat deze stad zo aangevallen zou worden. En analisten in het Westen die houden er rekening mee dat het nog wel eens veel verder zou kunnen gaan. Voorlopig is het dus bij die ene raketinslag gebleven. Maar voor hoe lang? Terwijl het leven hier een paar straten verderop inmiddels doorgaat, geldt dat waarschijnlijk niet voor een markt in de buurt van Damascus. Daar vielen bij regeringsbombardementen de afgelopen week meer dan 200 doden. Toch neemt de zorg ook hier in Latakia toe. Vooral bij de vele vluchtelingen die hier zitten. In een verlaten appartementencomplex bijvoorbeeld. Op de vlucht in hun geval voor rebellen. Een vrouw uit Idlib laat haar gewonde zoon zien. Ze zegt met vele anderen hier dat ze haar land nooit zal verlaten. Maar als de rebellen voor de poorten van Latakia staan, dan kunnen die vakantiebootjes van nu vluchtelingenbootjes worden. Cyprus is maar een klein stukje varen. De FNV spant een kort geding aan om het cao-overleg voor het overheidspersoneel te blokkeren. Het kabinet en drie andere bonden zijn sinds vandaag weer in onderhandeling over de cao voor rijksambtenaren en hopen er snel uit te komen. Zonder de FNV, tot grote woede van voorzitter Ton Heerts. Het is onbegrijpelijk, ongehoord en eigenlijk onbeschoft wat het kabinet hier doet met de leden van de FNV en velen in dit land. Bent u ook boos op die andere bonden? Nou, de andere bonden maken hun eigen afweging. Maar zij zeggen het is wel een goede deal. De andere bonden maken hun eigen afweging. Het is onbegrijpelijk dat dit kabinet, wat het goed voor had met sociale partners en de FNV, zo een steek in de rug geeft in de richting van de FNV. Zeker van PvdA-bewindslieden, waaronder de heer Plasterk, is dit onbegrijpelijk. De Nederlandse ambassade in Brussel wordt extra bewaakt. Belgische militairen staan er voor de deur. Ook bij ambassades van andere landen die deel uitmaken van de internationale coalitie tegen IS. In Zuid-Duitsland is een man gearresteerd in verband met de Maastrichtse koffermoord. Het is de echtgenoot van de vrouw in de koffer. Die koffer was vanaf de Servaasbrug in de Maas gegooid. De man van 53 uit Aken kon worden aangehouden naar verklaringen van getuigen en het bestuderen van camerabeelden. En dirigent Bernard Haitink gaat het Koninklijk Concertgebouworkest weer dirigeren. De 86-jarige Haitink en de directie van het orkest hebben hun ruzie bijgelegd. Haitink was 28 jaar lang chef-dirigent. Hij voelde zich gepasseerd omdat hij geen rol had bij de viering van het 125-jarig bestaan. De directie van het Concertgebouw heeft Haitink daarvoor excuses aangeboden. De Franse politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van de brandstichting in een flatgebouw in Parijs. Daarbij kwamen vannacht 8 mensen om het leven, onder wie 2 kinderen. 4 mensen raakten gewond. Een zwart geblakerde muur met daarin de raamkozijnen die als dode ogen naar buiten kijken. Dat is alles wat nog zichtbaar is na een felle brand die eindigde in een menselijk drama. On a attaqué le sinistre qui concernait l'ensemble des niveaux de cet immeuble, du rez-de-chaussée jusqu'au dernier niveau. La cage d'escalier était embrasée et le feu se propageait à plusieurs appartements. 8 mensen kwamen hier afgelopen nacht om. 2 mannen nadat ze uit het raam gesprongen waren. 6 anderen onder wie 2 kinderen, omdat ze stikten in de rook. Er wordt uitgegaan van brandstichting, omdat de brandweer al eerder die nacht een klein brandje bij de voordeur moest blussen. Kort daarna was het weer raak. En nu echt. Dans la panique, j'ai pris un seau d'eau. Et après j'ai réfléchi, je me suis dit que les flammes étaient trop grandes pour les arrêter tout seul. Donc j'ai lancé le seau d'eau dans le couloir et puis je suis sorti. Aangeslagen en verbijsterd reageren de buurtbewoners van La Goutte d'Or, zoals deze wijk heet. Iedereen hoopt hier dat de dader snel gepakt kan worden. In de loop van vandaag heeft de politie een verdachte aangehouden, een 36-jarige man. Een man die te zien zou zijn op beveiligingscamera's, de opnames daarvan van afgelopen nacht.
In zijn bezit, bij zijn aanhouding, zou de politie hebben gevonden een aansteker en een stel kaarsen. We geven ieder jaar honderden miljoenen euro's meer uit aan dure medicijnen. In 2011 in totaal nog 0,7 miljard euro. 2 jaar later was dat bedrag al meer dan verdubbeld. En toch kunnen die uitgaven fors omlaag. Van sommige dure medicijnen zijn inmiddels goedkopere versies beschikbaar. Maar veel artsen en patiënten willen of durven daar nog niet aan. Iedere 10 weken krijgt Hanny van Zetten hier de medicijnen die ze nodig heeft voor haar reumatische aandoening. Mevrouw van Zetten gebruikt al 9 jaar dit dure biologische medicijn. Maar sinds een paar jaar is het patent erop verlopen en is het ook mogelijk om het na te maken. En vandaag gebruikt ze voor het eerst dit goedkopere alternatief. Het is geregistreerd, dus er zijn verschillende instanties die goed gekeken hebben of het identiek is. Het enige verschil is eigenlijk de kostprijs. Bijvoorbeeld in het geval van mevrouw van Zetten scheelt dat ongeveer een 4500 tot 5000 euro per jaar. Voor mevrouw van Zetten is het nog een beetje spannend. Je weet wat je krijgt en je weet niet wat je nu gaat krijgen en hoe je daar gaat op reageren. Dus het was wel eventjes van, oké. De zorgverzekeraars zijn groot voorstander van de goedkopere alternatieven. Belangrijk is dat er dan meer middelen op de markt komen die dezelfde werking hebben. Dat betekent dat er concurrentie ontstaat, ook prijsconcurrentie ontstaat. Dat gaat leiden tot lagere kosten en ik denk dat dat honderden miljoenen per jaar kan besparen. Bij de afdeling reumatologie in de Sint Maartenskliniek is de overgrote meerderheid van de patiënten inmiddels overgestapt naar het goedkopere alternatief. Toch bestaat op veel plekken in het land nog aarzeling bij patiënten en artsen. Dat is voor het grootste gedeelte onbekendheid en angst. Dat wanneer je switcht van het ene medicijn naar het andere, dat er toch een opleving komt van de ziekteactiviteit. Meer en betere voorlichting over de goedkopere medicijnen moet dat verkeerde beeld keren. Maar zelfs als dat lukt en meer mensen overstappen, zullen de totale uitgaven voor dure medicijnen voorlopig blijven stijgen. Want er komen steeds meer dure middelen bij. Dus je hebt altijd al 10 jaar nodig van een middel en dan kun je pas met een alternatief komen. En die 10 jaar stijgen de kosten. Hanny van Zetten houdt haar lichaam de komende tijd scherp in de gaten. Om te kijken of het alternatieve medicijn inderdaad doet wat het moet doen. Minister Schippers van Volksgezondheid zegt dat ze blij is met de plannen om, als het kan, goedkopere kopieën van die dure geneesmiddelen te gebruiken. Ze komt dit najaar met een plan van aanpak. Net als bij Defensie blijkt ook bij de Nederlandse spoorwegen te zijn gewerkt met de gevaarlijke chroom 6-verf. Medewerkers van NS-werkplaatsen zijn volgens de FNV jarenlang blootgesteld aan het kankerverwekkende bestanddeel erin. Zoals hier in Haarlem, waar treinen worden opgeknapt. Alles gaat eruit. Er wordt geboord, geschuurd en daarbij kan chroom 6 vrijkomen. Bij de FNV komen veel vragen binnen. Wat kan het effect ervan zijn? Moet ik naar een arboarts? Mensen zijn heel onzeker over wat het effect is geweest op hen. Want zijn er veel personeelsleden die hiermee in aanraking komen? In zijn totaliteit, als je naar 20 jaar kijkt, bijna 1000 man, denk ik. De roesterende verf werd na de jaren 90 niet meer gebruikt, maar zit nog wel op de treinen, verborgen onder vele lagen nieuwe verf. Bij werkzaamheden als schuren zou dat kunnen vrijkomen. Daar gelden in principe goede veiligheidsvoorschriften. Dus als die gevolgd worden, dan lijken de risico's verwaarloosbaar. Maar we onderzoeken dat kritisch en we kijken ook nog naar verdere verbetermaatregelen. Maar in principe zouden de huidige veiligheidsvoorschriften adequaat moeten zijn. De FNV is er niet gerust op en organiseert personeelsbijeenkomsten. De bond wil een uitgebreid gezondheidsonderzoek. In Frankrijk en België, daar zijn ze het inmiddels wel gewend. Varkensboeren die protesteren. Maar in Nederland doen die varkensboeren dat morgen nu ook, in Den Haag. Veel varkenshouders hebben financiële problemen, zegt hun huisbankier, de Rabobank. De helft van de varkensbedrijven zal de komende 10 jaar stoppen. De stallen van de overblijvers zullen steeds groter worden, voorspelt de bank. Een van de varkensboeren in de problemen is Frans van Heerten uit Schijndel. Op dit moment draait elke varkenshouder wel eens. De laatste jaren was varkenshouder allemaal gigantisch moeten investeren in dierenwelzijn en milieumaatregelen. 80% van de varkensboeren bankiert bij de Rabobank. Directeur Ruud Heurne heeft 2,4 miljard euro aan leningen uitstaan bij de varkenshouders. Op dit moment is het zeer zorgelijk. Doordat we op het dal van de varkenscyclus zitten, dat toch wel 1 op de 5 varkenshouders zich zorgen maakt over zijn toekomst. En maakt u zich ook zorgen over hun toekomst? Ja, wij delen die zorgen. En wij proberen voor de ondernemers die zwaar zitten, samen met hem een goede oplossing te vinden om uit dit dal te komen.
De Rabobank overlegt met de varkenssector en het ministerie van Economische Zaken over een reddingsplan voor de varkenshouderij. Onder leiding van oud-VVD-minister Rosenthal. De kosten zijn te hoog in Nederland. De prijzen zijn te laag in relatie tot de landen om ons heen. Die kosten moeten omlaag, maar de varkenshouders moeten verder investeren in duurzaamheid. En dat gaat leiden tot grotere stallen en minder varkenshouders. De verwachtingen zijn sowieso dat het aantal varkenshouders zal teruggaan van zo'n 5000 naar 2500 over een reeks van jaren. En het zou best kunnen zijn dat het uiteindelijk sneller gaat dan de prognoses die we nu hebben. Nederlands varkensvlees is duurzamer dan dat van veel andere landen. Maar zo wordt het niet gepresenteerd. En dat moet veranderen. Wij staan als bank ook zeker open om daar onze rol in te spelen als financier. Maar uiteindelijk moeten die ideeën van de ondernemers zelf komen. Dus de boeren, de verwerkers, de slachterijen. En ondersteund door de overheid en de bank. Frans van Heerten uit Schijndel gaat hier niet op wachten. En demonstreert morgen met veel andere boeren in Den Haag voor lagere kosten. Zijn wij toe aan het weer. Gerrit, jij dacht ik neem een mooie foto mee. Zeker. Het hoort een beetje bij de tijd van het jaar. Hè? Het najaar, dat is het jaargetijde waar je prachtige foto's kunt maken. Waarbij de natuur prachtig is. En dit is een voorbeeld. Want vanochtend in Capelle aan de IJssel om 7 uur was het zo. Een bui in het westen, de opkomende zon in het oosten natuurlijk. En dan kun je zo'n foto maken. Op zich al bijzonder om die hele regenboog erop te krijgen, want ik heb het ook wel eens geprobeerd, maar dat lukt bijna nooit. Ligt misschien ook aan de camera, hoor. Maar goed, prachtige gezicht vanochtend, maar ook overdag mooie, indrukwekkende wolkenluchten van buien die voorbij dreven en opklaringen erachteraan. Dus ja, het kon niet op vandaag wat de atmosfeer betrof. Maar we hebben te maken met een lage drukgebied en het zorgt voor lage temperaturen. Een stuk lager dan we een paar dagen geleden hebben gehad. En dat zal nog wel eventjes zo doorgaan, want het lage drukgebied komt zelfs nog wat dichterbij. Dus die aanvoer van koele lucht, die gaat gewoon door. Hier zien we dat gebeuren. Het ligt zo'n beetje op de Noordzee. Komt wat dichterbij, betekent ook dat de wind flink gaat toenemen. Vooral in het noorden van het land. Dat zal morgenavond al merkbaar zijn. En ook kan er wat regen dichterbij komen. Morgen hebben we overdag een paar buien, maar vrijdag dan krijgen we met de staart van het lage drukgebied te maken. En dat zal wel eens behoorlijk wat regen kunnen opleveren. Nou, verder de temperaturen die erbij horen zijn natuurlijk laag. Een graad of 20 in Nantes in Frankrijk, ook München een graad of 20. Eigenlijk het hele noordwesten van Europa zit inmiddels al in de koele lucht. Terwijl het hier in het oosten nog tropisch warm blijft, met op veel plaatsen temperaturen van 30 graden of meer. Nou, die warmte die zal daar nog wel eventjes aan blijven houden. We gaan eens even kijken wat er de komende 24 uur gaat gebeuren. Eerst even de radarbeelden, want er zitten nog een paar buien. Die zitten nu in het zuidoosten van het land. Die blijven daar ook vannacht, in ieder geval het eerste deel van de nacht, nog actief. Daar dus nog een paar buien, maar verder opklaringen. En het wordt ook behoorlijk koud met een minimumtemperatuur van een graad of 7. Enkele mistbank. En vooral aan zee nog behoorlijk wat wind. Nou, dat gaat morgen nog wat aanwakkeren. Windkracht 5 à 6 later op de dag in het Waddengebied. Temperaturen zijn zo'n 17 à 18 graden. We hebben veel bewolking. Af en toe trekt er een bui voorbij. Dat zal vooral in de ochtend in het westen van het land zijn. In de middag zitten die buien wat meer in het oosten van het land. Maar goed, de zon die zal ook af en toe wel gaan schijnen. Daarna blijft dit weertype aanhouden. Met vooral vrijdag, denk ik, behoorlijk wat regen. Vooral in de noordelijke helft van het land. Ook behoorlijk wat wind. Graad of 16. Die temperatuur die blijft zo laag. In ieder geval tot en met het weekend en ook begin volgende week. Het is wel zo dat in de loop van het weekend de kans op regen wat gaat afnemen. En tot zover dit NOS-journaal met erin het nieuws. De NAM moet schadevergoeding betalen aan Groningers van wie de huizen minder waard zijn geworden, omdat ze in aardbevingsgebied staan. En het aantal mensen dat nog inburgert neemt af en ook het slagingspercentage daalt, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Verantwoordelijk wethouder van Amsterdam maakt zich zorgen. Op het moment dat ze in een plek in Nederland komen wonen, of dat nou Amsterdam is of elders, om ze even toe te leiden naar het juiste netwerk, de juiste taalkursus, een opleiding die bij ze past. Omdat dat gewoon het meest succesvol is om goed te integreren. En betekent dat uiteindelijk meer geld? Dat betekent ook meer geld. In Nieuwsuur om 10 uur NPO 2. Goedenavond.